Duncan Laurens reageert krachtig op de recente mediaophef rondom zijn korte optreden in Paradiso, waarbij hij zonder aankondiging vroegtijdig het podium verliet. De 29-jarige zanger laat duidelijk merken dat de speculaties van de Telegraaf hem weinig kunnen schelen. In een recent interview met RTL Boulevard neemt hij geen blad voor de mond en spreekt openhartig over zijn relatie met de media. Een maand na het bewuste optreden kijkt Duncan terug op de gebeurtenissen met een mix van vastberadenheid en reflectie. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan zijn fans voor het abrupte vertrek, maar weigert categorisch zijn excuses aan te bieden aan de media, met name aan de Telegraaf. Voor Duncan staat het belang van zijn fans voorop, de Telegraaf kan me niet schelen, sorry Telegraaf, maar mijn fans. Als die het zeggen, ja natuurlijk, dan gooi ik er twee of drie liedjes bij. De zanger erkent dat zijn relatie met de media niet altijd soepel verloopt en wijst op het onbegrip dat soms ontstaat. Hoewel hij begrijpt dat zijn vroegtijdige vertrek misschien abrupt was, voelde hij zich aangevallen door de media, wat resulteerde in een onveilig gevoel. Hij benadrukt dat kritiek niet per se hoeft uit te monden in een harde confrontatie. Het creëerde voor mij gewoon een heel onveilig gevoel en het voelde een beetje als een soort van aanval die misschien niet nodig was. Duncan Lawrence geeft aan dat de mediakritiek invloed heeft op hem, vooral als het de mentale gezondheid raakt. Hij roept op tot voorzichtigheid bij het oversteken van grenzen en benadrukt het belang van respect voor iemands mentale welzijn. Soms doet het wel iets, dat je denkt van, oké, okay, kijk een beetje uit met wanneer je een stap te ver gaat. Wanneer je misschien iemand zijn mentale gezondheid op dat moment aan het aanvallen bent. Met deze uitspraken toont Duncan Laurens zijn vastberadenheid om zichzelf te beschermen tegen onnodige kritiek en benadrukt hij het belang van een respectvolle benadering van artiesten, met speciale aandacht voor hun mentale welzijn.